spelen vandaag tegen Odin 59. Ja. Vorige week na de wedstrijd sprak ik Ashraf Nemi even. Die zei van, misschien moeten we deze week eens allemaal goed in de spiegel kijken. Is dat gebeurd? Dat hoop ik. Denk het ook wel. Goed, hebben we ook wel aangegeven. Kijk, we hebben na de winter een serie gehad van 7 uit 3. Hè, met ASWH, Kapelle en Rijnvogels. En daarna een serie van 2 uit 3. En dan is het ook logisch dat je een mindere periode hebt. Dat je ook wel iets andere jongens een kans moet geven. Want ik heb ook in de kleedkamer gezegd. Ik zei, je bent met 4, 25 man. En als je altijd maar aan 11 vasthoudt. Dan trainen die andere jongens ook voor niks eigenlijk. En dat voelen ze dan ook. En als het minder gaat, dan moeten de jongens ook het idee hebben dat zij kunnen gaan spelen. Want het houdt elkaar scherp. En, dat is ook heel normaal, denk ik, als trainer. Dat je een keer iets kan wisselen. Want met welke opstelling ga je dan spelen vandaag? Wij spelen 4-4-2 Ruit. Met Jamie op goal. En we Shannon, Jeffrey, Marciano, Dennis. Daarvoor Ashraf. Op 10 Hanne, op rechts Ali en op links Soufiane. En voorin met Barry en Sherwin. Dan mis ik dus Chris, Oktay en Ralf. Ja, klopt. Oktay last van zijn kuit. Niet topfit. Dus zo is het. Hè. Dat is jammer, maar hij heeft een tik gehad. Dus zodoende. Chris, ze zijn wel heel lang mee bezig. Hè? Dat hij is heel overijverig. Het is ook uit goede wil, maar hij loopt heel veel. Maar hij loopt ook wel uit positie. Nu spelen we met één controleur, hè, met Ashraf. En Ashraf is wel iemand die vanuit zijn positie blijft spelen. Dus daarom hebben we voor Ashraf gekozen, op 6 gewoon. En daarom speelt Chris niet, omdat ik aan de buitenkanten met Soufiane en Ali toch wat creativiteit en actie wil hebben. Ja, dat we meer kansen gaan creëren en zij zullen ook inzakken. Dus daar moet iets gebeuren, dus daarom die keus. Jeffrey voor Ralf, een gesprek met Ralf ook gehad. Ja, die voelt dat zelf ook en die zegt zelf ook van ik heb een mindere periode. En dan kan je er een keer naast komen te staan, zo simpel is het. En Jeffrey heeft ook goed gedaan de laatste weken. Dus ja goed, dat is ook IJsselmeervogels. We hebben een goede selectie, we hebben een groep waarbij je heel veel dingen kan doen. En het zijn allemaal goede voetballers, dus dan kan je ook een keer wat wisselen. Nu willen we ongetwijfeld een ander spelverloop dan in de heenwedstrijd. Willen we snel scoren? Snel scoren graag, maar als je maar voorkomt. Kijk, je moet het zo zien dat tegen zo'n ploeg, en hebben we vaker gezegd, tegen ploegen die inzakken, dan moet je uiteindelijk op voorkomen dat je uiteindelijk ruimte gaat creëren voor jezelf door een doelpunt te maken. En dat klinkt heel gek, maar dan moeten zij ook gaan komen om wat te gaan creëren. En daar moeten we verder toeslaan. Dus het is heel belangrijk om tegen zo'n ploeg om voor te komen. En of dat nou, het liefst niet in de 89e minuut, dat kan ook. Maar als dat nou gewoon in de eerste helft gebeurt of vroeger in de tweede helft, dan dat zou wel prettig zijn. Dat is belangrijk vandaag. Heel veel succes. Dankjewel. Dat ons erelid Henk Hopman op 89-jarige leeftijd is overleden. Henk is maar liefst 18 jaar jeugdvoorzitter geweest van onze vereniging. Hij was iemand die de tijd nam voor zijn pupillen en altijd een luisterend oor had. Maar ook iemand die, als het nodig was, op zijn eigen correcte maar overduidelijke wijze kon vertellen welke normen en waarden gehanteerd dienen te worden bij een vereniging als IJsselmeervogels. Op 2 maart was er een ander verdrietig bericht. Die dag is, na een kort ziekbed, onze oud-eerste elftalspeler Jaap Muis overleden. Jaap heeft 8 seizoenen deel uitgemaakt van de A-selectie, waarvan de eerste 5 jaar als basisspeler. IJsselmeervogels verliest in Henk en Jaap 2 trouwe supporters en echte rooien. Onze gedachten gaan uit naar hun families en nabestaanden. Het was prima voetbalweer op de Westmaat. IJsselmeervogels thuis tegen Odin 59. Op papier moet het te doen zijn voor IJsselmeervogels, maar Odin 59 met het eerste kleine kansje. Moro komt ver in. Het is een prima voorzet, alleen niemand die daarop rekent. Ja, dit is een hele beroerde uittrap. Grot kan er jammer genoeg niks aan doen. Barry van Dijk raakt hem helemaal verkeerd. Moro, die was veel te zien. Moro kapt, draait, Moro schiet en haalt er een corner uit. Die wordt daar gevaarlijk. Buitenhuis kan hem net niet binnenlopen. Volgens mij ziet hij die bal te laat. Agari op Grot. Grot gelijk op Powell. Oh, wat een kans.
Barry Powell, hij vindt het net zo makkelijk. Maar deze was blijkbaar te moeilijk. Powell, Akela neemt die bal helemaal verkeerd aan. Wat een kans voor Vrije Smeervogels. En toch een klein wondertje dat die 0 nog op scorebord staat. Holleid. Moro. Moro, weer met die acties. Moro weer met zo'n voorzet. Ja, blijkt toch een specialiteit te zijn. Dit is geen overtreding van Nemi. Nemi, maar dit is wel een overtreding. Erik Lensen. En de vrije trap wordt genomen door Powell. Maar makkelijk gestopt eigenlijk. Door Barry van Dijk. Ali Akla komt er niet langs heen. Carmelia. Grot. Carmelia, Grot. Ziet er goed uit, maar Grot vliegt aan. Heel makkelijk die bal en maakt een overtreding. Moro. Powell profiteert daar. Moro blijft staan. Ja, van die korte bewegingen. Super vervelend voor een verdediger is dat. Hagari. Hagari probeert Grot te bereiken. Carmelia. Carmelia. Carmelia! Oh, wat een goal! Wat een goal! Shannon Carmelia raakt hem verschrikkelijk lekker. En die bal zelf naar de rechterbovenhoek. Wat een goal van de rechtsback van IJs Meervogels. Holleid. Zoekt Grot. De Grot loopt daar weg. Grot kapt. Krijgt hem mee. Dan blijft die bal daar hangen. Holleid. Naar Moro. Moro probeert het dan, maar die bal zelt over. Hij Smeervogels de betere. Eigenlijk de hele wedstrijd. Dit is een mooie paas van Agari. Buitenkantje rechts. Grot komt dan net te laat. Of de keeper op tijd. Eén van de twee. Loopt goed af voor Odin. Carmelia. Ali Akla. Carmelia, dat is goed. Carmelia met alle ruimte gaat hem voorgeven. Weer Powell met zijn hoofd. En opnieuw de keeper die daar op reageert. Corner 5 Smeervogels. Holleid bij de eerste paal. En dat is heel gevaarlijk. Werd die bal bijna in eigen goal gekopt. De tweede helft. Inmiddels was het dus bekend dat Lisse ook achter stond. Scheveningen ook. Dat was verrassend. En hij Smeervogels moest er toch nu overheen. Om weer aan te kunnen sluiten. Ali Akla. Ali Akla. Met rechts Ali Akla. En hij zit erin. 2-0. Prima doelpunt van Ali Akla. Ja, keeper zag hem volgens mij wat laten aankomen. Nou ja, prima schot. Prima doelpunt. Niks aan de hand. 2-0 voor IJs Smeervogels. Hier dreigt hij. En hier haalt hij uit, dodelijk. Volgens mij was hij wel houdbaar, maar het zou IJsselmeervogels een zorg zijn. En Ali Akla al helemaal. 2-0 voor IJsselmeervogels. En geen veldje aan de lucht. Nemi, Powell, keeper uit zijn goal. Barry van Dijk, doet hij prima. Holleid en Ali Akla opnieuw. Ja, oh, die heeft al geel. Die heeft al geel, Jeffrey Tol. En die wordt hier gespaard. Die wordt hier echt gespaard door de scheids. Daar heeft hij geluk. De vrije trap en daar is het 3-0. 3-0, ja. Marciano van Leijenhorst staat daar wel heel erg vrij. De vrije trap van Hussen is ook goed. Moet ook gezegd worden. Werd gepasseerd voor deze wedstrijd. Kwam als invaller en dit is een prima vrije trap. Maar kijk eens hoe vrij de centrale verdediger staat. En hoe blij die is met zijn goal. En dat is logisch. IJsselmeervogels 3-0. En Odin kon alleen nog maar tegenhouden. Carmelia zoekt Powell. De keeper komt weer uit. Leuke duels waren dat tussen die keeper en Powell. Hussen. Hussen met een scherpe voorzet. Beland bij Ali Akla. En uiteindelijk is de bal voor Odin. Die eruit probeert te komen. Maar Ali Akla wint prima. En een vrije trap.
Wie die Jeffrey Tol die een overtreding maakt. Ja, die vrije trap wordt daar snel genomen. Ali Akla, wat ga je doen? Ik probeer het dan. Alleen wordt gewoon prima verdedigd. Een cornervrij smeerwals. Marciano Vallejo is weer gezocht. Anna Agari. Ja, die is lastig van de bal te krijgen. Agari, dat doet hij goed. Vallejo's voor zijn tweede, maar die bal zelt over. 87ste minuut. Op de andere velden was ook alles binnengekomen. Gunstige uitslagen van IJsselmeervogels. En dit is ook gespeeld. Nog een corner voor Odin. Met veel gevaar, maar wordt daar door Ali Akla verwerkt. IJsselmeervogels gaat hier gewoon de 3 punten op de Westmat houden. Odin pompt hem er nog een keer in voor de statistieken. Ja, daar staat Milo Kremers ook helemaal vrij om in te koppen, maar ook hij, of ook hem lukt dat niet. Pompt er nog maar een keer in dan, na die lange bomen die er voorin stonden. Scheidsrechter fluit. Nog een opstootje. Helemaal nergens voor nodig. IJsselmeervogels wint met 3-0 van Odin 59. En doet hele, hele goede zaken. Ben je tevreden over je eigen spel vandaag? Tevreden qua werken, zeker. Qua spel niet. Ik vond dat ik eerst zelf wel een goaltje had kunnen maken qua 1-op-1, dat ik er net niet bij kon. Voor de rest vind ik dat we hard gewerkt hebben, ik ook. Dus we hebben 3 punten gepakt, belangrijk. Ik ben wel tevreden. Hebben we de ouders in Grat weer terug? Nee, ze hebben geloofd natuurlijk doelpunten maken, belangrijk zijn met doelpunten. Wat ik voorheen was en ook weer zal zijn, hopelijk. Ik denk het wel, maar ik moet eventjes weer fit worden en een beetje vertrouwen krijgen. Even de eerste goal maken en dan komt de rest vanzelf wel, denk ik. Hoe lekker zijn deze 3 punten? Ja, deze 3 punten zijn heel lekker. We hebben de uitslagen gezien. Lisse verloren, Scheveningen verloren. ASBA volgens mij verloren. Dat is heerlijk voor ons. We staan nu op 2 punten, op nummer 1. Dus het ligt allemaal aan onszelf. Hard werken en wedstrijd bij wedstrijd kijken en gewoon knokken. Dan hebben we het eigenlijk weer in eigen hand. We hebben het altijd in eigen hand. Alleen moeten we het nu de kans pakken als we de kans kunnen krijgen. Was het vandaag nou goed over het geheel gezien? Ik vond het een goede wedstrijd van ons. We hebben weinig kansen gehad. We hebben ook weinig kansen, we hebben weinig kansen gecreëerd eigenlijk. Maar alsnog hebben we toch goed spel vertoond. Hard gewerkt. Toch 3 goals gemaakt. Ik heb in de eerste helft zeker toch wel behoorlijk wat kansen gezien hoor. Bij die 2 keer. Voor de rest, halve kansjes vind ik dat, hè. Ja, bij die 2 keer voor de rest halve kansjes. Dankjewel, goed weekend. Alsjeblieft, zelfde. Hannes, sinds een tijdje sta je weer in de basis vandaag. Heb je dat afgedwongen? Ik train elke week gewoon goed. Krijg ik ook te horen van de trainers. De laatste paar wedstrijden gingen niet zo lekker. Dus de trainer moest een keuze maken. En je kan het niet langer uitstellen. Op een gegeven moment moet je een keuze gaan maken. En die tijd was vandaag aangebroken. En er zijn 3 nieuwe spelers in de basis. Het pakt meteen goed uit. Ja, het pakt gelijk goed uit. Maar niet vergeten, we doen het met z'n allen weer, weet je. Het pakt vandaag goed uit gelukkig. En we hebben eindelijk weer 3 punten. Nu wil je natuurlijk altijd spelen. Is dan het wachten op een basisplek moeilijk? Als het goed draait, dan is het moeilijk om erin te komen. Maar zoals het nu de laatste paar wedstrijden niet goed is gegaan, dan is de kans steeds groter dat je gaat spelen. En vandaag was die kans. En die heb je gegrepen? Ik heb goed mijn best gedaan. Dus nu verder kijken volgende week. Ja, want deze 3 punten waren belangrijk. Ja, zeker. Ik zag ook dat de concurrentie volgens mij punten hebben laten liggen. Dus voor ons pakt dat goed uit. Ik denk dat we het per wedstrijd moeten bekijken. En niet onszelf gek laten maken. En gewoon eerst zelf winnen. En dan kijken wat de rest doet. Nu ga jij volgend seizoen ons verlaten. Je gaat naar Lisse. Nou, daar zijn ze erg blij met je terugkomst. Wat heeft jou doen besluiten om die keuze te maken? We zijn hier uitgekomen om niet verder te gaan.
Ja, keuze was al vrij, nou niet vrij makkelijk, maar ik kreeg van veel mensen te horen of ik terug zou komen. En dat streelt je toch wel. En dat is alleen maar mooi. En dat maakt de keuze voor mij dan iets makkelijker. Dus dat was mijn keuze dan op dat moment. Ik hoorde zojuist ook dat je voor de tweede keer vader wordt. Ja, dat klopt. Ja. Ik krijg een dochtertje erbij. Vanuit gefeest. Hartstikke bedankt, ja. Hartstikke bedankt. Goed weekend, dankjewel. Hetzelfde, dank u. Sander, hoe voel je je nu? Opgelucht, goed. Mooie uitslagen. Goed gevoetbald. Terechte overwinning. Ja. Je hebt wat wisselingen aangebracht en dat heeft eigenlijk direct resultaat opgeleverd. Ja, dat zijn dingen die... dat is ook niet van, je moet je gelijk halen. Dat had alle kanten opgekund. Ik vond alleen op voorhand dat dit het beste zou zijn. En het is heel makkelijk om achteraf dingen te zeggen. Je had het zo en zo moeten doen. Alleen als trainer moet je dingen vooraf moeten beslissen. En ik had het gevoel dat dit nu het beste was. En dat nu zo uitpakt. Nou, natuurlijk ben ik daar blij om. En daar is iedereen blij om. En ik zei, we hebben gewoon een terechte overwinning behaald. En we hebben vandaag heel goed voetbal. En heel veel druk vooruit. En weinig weggegeven eigenlijk. Eigenlijk wel tevreden. Ja. Het was ook wat creatiever en minder statisch dan de afgelopen weken. Nou ja, en dat wilde ik eigenlijk ook. En dat kan dan ten koste gaan van andere jongens. Dat is ook voetbal. Je hebt een heel team, wat ik van tevoren ook zei. Je hebt heel veel jongens die in de selectie zitten. En je kan dus ook jongens ernaast zetten. Dat is voetbal. Als het even minder gaat, ja, dan staan er weer anderen te trappelen. En dat hebben ze goed gedaan vandaag. Denk je dat het dan helpt dat ze juist getriggerd zijn om te laten zien wat ze in zich hebben? Ja, tuurlijk, want het moet niet vlak worden op een gegeven moment. He, je moet niet in selectie dat het heel vlak is op een gegeven moment, he, omdat je een hele periode hetzelfde speelt. Het moet ook sprietzig blijven, het moet fris en fruitig moet het blijven eigenlijk. En dat is ook het gevaar wanneer je lang goed speelt en dan wat minder speelt, maar dan hou je toch wat vast aan de vastigheden die je had. En soms moet je weer wat anders gaan zoeken. Dat is gewoon zo. En dan kan het fris en fruitig worden en blijven weer. Dus en dan, nou is het ook weer taak voor iedereen om dit te blijven brengen. En ook de jongens die er nou even naast zitten, om gas te blijven geven. Want dat is voetbal. Het is niet zo dat we met 11 man een hele competitie ingaan en eindigen. En dan in het kader van wat ik vorige week nog zei. Is dat kampioenschap nog wel haalbaar voor ons? Dat staat er in één keer weer heel anders voor. Ja, maar... Daar wil ik het eigenlijk. Ik snap de club wel, maar ik wil het er eigenlijk niet over hebben. Want tuurlijk zijn de uitslagen mooi. Maar we gaan nu gewoon naar huizen toe volgende week. We gaan nu eerst even genieten van dit, zo is het ook. En dan gaan we volgende week naar huizen. En die winnen vandaag ook gewoon met 5-1. Dus die hebben ook niet zomaar gewonnen. Maar dan gaan we gewoon de volgende wedstrijd proberen te winnen. En dan kijken we daarna weer wat de rest doet. Maar goed, tuurlijk is het een mooi weekend. Maar het woord kampioenschap heb je altijd in gedachten. Maar daar gaan we niet te veel uitspreken nu. We hebben het stiekem nu natuurlijk wel in eigen hand. Ja, natuurlijk is dat zo. Alleen wat ik zei, als je nu al denkt aan Scheveningen thuis en Lisse thuis, dan ben je te weinig bezig met de wedstrijden die daartussen komen. En dat is misschien nog wel een belangrijkere periode. Want je moet gewoon, op het moment dat je die wedstrijden gaat spelen, dan moet je daarvoor een goede reeks hebben gehad om het vertrouwen te hebben, om vastigheid weer te hebben. Ja, weet je, dus het is nu alleen huizen komende zaterdag. En dan gaan we zien wat Schipstrand. Maar dan gaan we gewoon weer volledig voor de winst. En als we die winnen, dan gaan we daarna naar de volgende wedstrijd. En dan hebben we twee thuis. Maar eerst zaterdag huizen, nu genieten en stap voor stap. Nou, genieten van een goed weekend. Dankjewel, hetzelfde hè.